De brug over Fallawatra Creek in het bestuursresort Caballebo is zwaar beschadigd en ingestort. Dat heeft het hoofd van de publiciteitsdienst van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie, Raoul Swedo, meegedeeld. De DC van het resort Caballebo, Theresia Cirino, heeft aan Star News aangegeven dat ze de brug heeft gesloten vanwege verder instortingsgevaar. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. Het NII meldt dat minister Jerry Miranda van OWTNC niet te spreken is over deze kwestie. Hierdoor is onder meer de doorvoer naar Apura gestaakt. De ondernemer die verantwoordelijk is voor de beschadiging zal volgens de bewindsman moeten opdraaien voor de kosten van de reparatie. Hij zal zich morgen moeten aanmelden op het ministerie om te horen wat de consequenties zijn, zegt Miranda. De leiding van het ministerie doet er alles aan om het ongerief voor de plaatselijke gemeenschap te minimaliseren. De minister hekelt het dat de vele waarschuwingen vanuit het ministerie steeds weer in de wind worden geslagen door onder meer de vervoerders van zwaar materieel. Voor de minister is de maat vol en dit gedrag zal in het vervolg strenger worden afgestraft.